We vulden het appartement van een collega met 19 slimme gadgets en apparaten. Die spullen hebben één ding met elkaar gemeen. Hey Google, play some music. Ze zijn allemaal verbonden met het internet. Ja, zelfs deze ledlamp. We nodigden daarna twee ethische hackers uit. Die lieten we los op onze slimme spullen. Bij bijna de helft vonden ze kwetsbaarheden. Dit is het Nookie Smart Lock. Een slot dat je met je smartphone kunt bedienen. Het werkt via Bluetooth. Combineer het met dit extra apparaatje en je kunt je voordeur van eender waar openen. Eenvoudig van op de Nookie website. Handig. Alleen bleek de beveiliging van de sites niet optimaal door het ontbreken van tweestapsverificatie. Stel dat een hacker je wachtwoord te pakken krijgt, bijvoorbeeld na een datalek of via phishing, dan kan hij bij je inbreken. Letterlijk zelfs. Om het onze hacker nog makkelijker te maken, toont de Nookie website in Google Maps waar het slot is geïnstalleerd. De 1-2-Track Connect Touch is een kinderhorloge en GPS-tracker waarmee ouders hun kinderen kunnen volgen en waarmee ze gesproken berichtjes kunnen achterlaten. Hallo Matteo, hoe was je test voor Frans? Hallo Matteo, hoe was je test voor Frans? Très bien! Onze hacker kon die gesproken berichtjes onderscheppen. Bovendien bleken de audioberichten die op de server van het bedrijf worden opgeslagen onvoldoende beveiligd en dus makkelijk toegankelijk. Hallo Matteo, hoe was je test voor Frans? Dit is een tablet voor kinderen, van het merk VTech. In minder dan een minuut installeerden onze hackers een malafide app. Daarmee konden ze achteraf en van eender waar de beelden van de ingebouwde camera bekijken en meeluisteren met de ingebouwde microfoon. Maar dat bleek niet het enige probleem. De browser op de tablet biedt ouders de mogelijkheid om in te stellen welke websites hun kinderen mogen bezoeken. Dat is op zich een goede zaak. Maar onze hackers ontdekten dat daarbij niet beveiligde websites toegelaten zijn, waardoor ze de browser konden overnemen en zo bijvoorbeeld deze zelfgemaakte webpagina op de tablet tonen. Webbrowser. In onze test installeerden we een router van Asus als extra wifi-router, naast de modemrouter van de provider. Omdat we bij de installatie ervan een Windows-PC en Google Chrome gebruikten, konden de hackers een specifieke aanval uitvoeren om het wifi-wachtwoord te onderscheppen. Daarbij lieten de hackers onze laptop geloven dat de wifi-connectie met de nieuwe router wegviel en dat een update van de router nodig was om de verbinding te herstellen. In werkelijkheid connecteerde onze laptop met een valse wifi-hotspot en lokten de hackers ons via een malafide webpagina in de val. Om verder te klikken gaven we immers zonder het te weten ons ingesteld wifi-wachtwoord prijs. Na onze test brachten we de fabrikanten op de hoogte van de gevonden kwetsbaarheden. Op basis daarvan ondernamen al een aantal fabrikanten actie om de problemen op te lossen. Anderen beloofden dat in de nabije toekomst te doen. Kom te weten wat jij kunt doen om je thuisnetwerk en slimme toestellen te beschermen en vraag een gratis Test Connect magazine aan via 0800 29 118 met de code CONNECT1.